Een goeiemorgen wakker worden met als uitzicht een postkaartje. Groetjes uit Han sur les. Ja, Han sur les. Vroeger was het alleen Han, maar ik denk dat ze die sur les er hebben bijgeplakt om het wat toeristischer te laten klinken. Hè? Want je zit hier natuurlijk aan de lessen, dat is aan het water, dat is heel gezellig om ook zo aan het water te zijn. Ik heb daar gisteren ook een stukje gevlogd, ik ben daar trouwens geparkeerd. Dus ja, Han sur les. En voor ons het treintje dat naar de grotten rijdt van Han, van de grotten van Han. Dat gaan we vandaag niet doen. Waar we wel naartoe gaan is naar het wildpark, dat hebben ze hier ook. En daar rij je met zo'n busje naar daar. En dat gaan we dus doen. Ben je er klaar voor? Yes! We gaan eerst nog ontbijten. Dat doen we in de kamer. Zo gaat dat. Ja, je gaat alles beneden ophalen. Ja. En dan eet je nu momenteel hier in de kamer. Normaal gezien kan je wel natuurlijk een zwaai beneden wel eten. Hoe laat was ons tijdslot? Dat we nu ongeveer. Dus we moeten gaan vertrekken. Ai, kom, dan zijn we dan weer. Ja. Let's go! We gaan er weer eens op uit. We hebben lekker ontbeten in onze kamer. We slapen trouwens in het Mercure Hotel. Heel erg centraal gelegen. Han sur les kan je eigenlijk een beetje omschrijven als één grote straat. Dat het dorpskern vormt. In die straat zijn allemaal restaurantjes te zien. Momenteel nog steeds gesloten. Maar laat ons hopen dat die opening er snel zit aan te komen. Op een veilige manier uiteraard. En dan bruist het hier weer zoals ooit tevoren. Heel veel restaurants, cafeetjes, ook een museum. En het wildpark is hier een beetje verder. Het onthaal daarvoor. En de grotten. Ja. De treintjes die rijden momenteel nog eventjes niet. Maar ook daar zit waarschijnlijk wel een datum aan te komen dat het allemaal open gaat. Winkeltjes, dat vind ik een leuk winkeltje. Die heeft zo vitrinekasten buiten staan. Ik vind dat eigenlijk wel leuk. En dit is dan het museum. Hier zijn we zoveel jaar geleden ook al eens geweest. Met met zowat eigenlijk beeltenissen van hoe het er vroeger aan toe ging. Het oude Han. Hè? Zo een beetje, ja, inderdaad. Dus dat is ook wel leuk als je die sfeer eens wilt opsnuiven. Dat gaan we nu vandaag niet meer doen. En nu gaan we gaan kijken naar de beesten. Hè. Ja, de vorige keer toen we hier waren was hier gietende regen toen die dag. Dat is juist. Ja. Vandaag schijnt zelfs het zonnetje. We hebben meer geluk vandaag. Zalig, ja. Dat is fijn. Het is eventjes anders dan ik gedacht had. Het park is opgesplitst in twee gedeeltes eigenlijk. Je kan het park op twee manieren bezoeken. Je kan nu met het treintje gaan, dus toch, het treintje rijdt naar de ingang van het park. En dan kan je te voet gaan wandelen. Of je neemt de safarikar. Die staat daar. En die rijd je dan gedurende anderhalf uur doorheen het hele park. En je blijft eigenlijk ook zitten. Je gaat dus niet van het treintje af. Ja, omdat wij nog redelijk avontuurlijk zijn aangelegd, ondanks de dikke buik. Dan gaan we toch nog voor het wandelpad gaan. Dus nemen we nu een stukje tram mee. Gaan we even wandelen. En dan keren we terug met de shuttlebus. Ja. Zo gaan we het doen. We zullen wel zien hoe we het... hoe dat gaat verlopen. Gaat verlopen. Hier zitten we dan, in de oude tram. Ja. Ja. En we zijn vertrokken, hè. En voilà, we zijn aangekomen. Ja. Nu kunnen we het park gaan verkennen. Ja. Mooie beesten hier, hè. Ja. Als je goed kijkt, dan zie je hier ook nog everzwijnen. Huh? Er ligt er eentje te slapen in de zon. Je ziet hem bijna niet liggen, hè? Nee, het is goed gecamoufleerd. Ja. En die daar zijn wakker. Het zijn grote beesten, hè? Ja. Het lijken wel beren. De rendieren aan het uitrusten van een heel druk kerstseizoen. Oh, schattig, hè? Heel schattig, hè? Het zijn mooie beesten. Mm-hmm. We zitten hier mooi in het wild, eigenlijk, hè? En welk beest hebben we hier? De wolf. Ik zie er heel veel, ik zie er vier. Staat er eentje. Ja. Die loopt rond. Is dat rondlopen. Ja. En daar ligt er eentje. Ja. De wolven. Mooi, hè? Mooi, maar gevaarlijk. Ja, dat is waar. En hier een sauna. Nee. Midden in het bos. Nee? Wat is het dan? De mooie tekeningen van zo van rood kapjes, verhaal met de wolf. Ah, ja. Oh, leuk. Hier kan je een verhaaltje vertellen, hè. Met die pilletjes. Hoor je de wolf? Ook met een wolf, hè? Ja.
die werd opgevoed, hè, door de wolven. Ah, hier zitten de marmotten. Oh. Ze zijn heel erg groot, hè, en dik. Ik wist niet dat er zo uitzag. Ja. Hier staan er ook heel veel bijen, hè. Terwijl ik hier sta te kijken, heeft Jean een gethematiseerd toilethokje naar haar behoefte gedaan. Ja, dat is grappig. Ja, zo'n een echt berg-wc'tje en zo, hè. Ja. Bambi in zijn pubertijd. En ze zijn dessiné comme ça sur les peintures rupestres. Ze waren ook getekend op de rotsschip. En nu zit een busje en passeren weer langs de hele oude beesten, hè. Heel mooi ook, hè. Ja. Ja. En de anderen zijn boven. Aan het eten. En hier zie je dan de damherten. Ze hebben hier echt een gigantisch groot domein. En er zitten ook nog verschillende kleintjes bij. Als jullie een vraag hebben, ik hoor het niet. Dus we zullen hier eindigen. Dus jullie hebben een deurtje daarvoor. Jullie kunnen tussen de hek gaan. Jullie volgen de blauwe pijlen. 400 meter tot aan het tram voor het dorp. En we zijn hier bij onze bruine beer. Europese bruine beer. Voilà, tot zover de tramtour. We zijn eventjes door het wild gereden eigenlijk. Dat is leuk. En nu zijn we gestopt bij de beren. Kijk eens hier, hier liggen alle mooie beren samen. Zien ze er mooi uit, hè? Groot. Ik vind dat heel grappig. Ja. Ze hebben al klauwen, hè? Ja. Schattig, hè? Ja. Ja, eigenlijk ja, schattig en niet schattig. Het is wel een gevaarlijke beer natuurlijk. Op, op zo'n afstand is dat schattig. Ja, schattig. Ja. Oh, ik heb denk ik trouwens nog altijd nooit zo dicht bij een beer geweest. Nee, ik ook niet. Dus dat heel dichtbij. Ja. En hier zitten de oudste beren van het park. 31 jaar al. Ze liggen lekker te luieren, hè? Ja. Onze tocht zit er bijna op. We sluiten af met het treintje. Zo zijn we het ook begonnen. Het was heel erg leuk bij de grotten van An. Allee, nee, oh, ik zei altijd maar de grotten van An. Maar ja, zo heet het bedrijf ja. Eigenlijk. Hè? Allee, ja. Goed, dus het was leuk bij het wildpark van An. Het enige wat ik gemist heb was liedje. Het liedje, ja, het liedje van plezier voor je spelen ze dan niet meer? Ik weet het niet meer, maar ik heb het niet gehoord gedurende ons bezoek. Vorige keer heb ik het nog gehoord. Ja, dus, maar het wel echt ook wel een enorme oorworm is het misschien. Ja, dus een toch wel niet zo agressieve, maar toch een beetje lichte oproep om dat liedje toch weer terug te brengen naar het park. We zijn nu terug in het Mercurenhotel aangekomen. Ja. Ik ga een beetje rusten. Hey. Oh, samen weer zo mooi, hè? Hier kan je nog eens alle beesten terug zien die we daarnet gezien hebben. En bloemetjes en voilà. Echt mooi. Ja. Wat echt hier mooi zeg. En ook mooi rond, hè. Ja. Kijk jongens. Dat is een zwangerschapskleedje, hè. Dat is een zwangerschapst-t-shirt. Twin die geraakt in de meeste kledij niet meer. Dus ze heeft nu ook echt zwangerschapskledij aan het shoppen geweest de afgelopen tijd. Nee, kijk. Dus een zwangerschapsbroek. Ja, een zwangerschapsbroek. Daarvan is driemaal eens kapot gegaan. Ja, maar dat is al gerepareerd. Dat is ook al in tussentijd gemaakt. Maar eigenlijk, het is... ik pas niet meer in gewoon veel. Ik pas nog wel een paar dingetjes. Ja. Maar meestal wordt het wat te kort of wat te strak of... Ja, het zit eigenlijk niet meer zo goed, dus ja, daarom zwangerschapskleren. Nochtans, ik was eigenlijk iemand die altijd zei van, ik ga geen zwangerschapskleren kopen, ik heb genoeg andere kleren waar ik nou wel in pas. Maar ik heb te korte trui, ik heb te kort t-shirt, te korte, echt alles wat. Ja, en jezelf in je jas wordt te klein. Ja, mijn jas bent echt ook stil gedaan te klein. Door dringend tijd, dat stopt met regenen en dat niet meer te koud is, hè, want ze geraakt in die jas niet meer. Nee, het zou stom zijn voor nou de laatste maand nog een nieuwe jas of zo te moeten. Dat is waar, want in de zomer gaan we echt wel, en gaat je bevallen, eind juli is het zover. Ja. En dan, daarna gaat het weer uit. Terug allemaal normaal gezien toch, back to normal. Ik ga er zelf ook een beetje bijgekomen, eigenlijk. Ja, we zijn al een buikje aan het creëren. We gaan vanaf dat je bevallen bent, gaan we
uiteraard ook genieten van de baby, maar we gaan ook sporten. Toch wat gezonder doen. Ja, gezonder doen en een beetje oefeningen doen. Zodat die kilo's er dan weer afgaan. Ja, maar en, dat kilo is er ook nog altijd niet bij, want ik heb mij pas opnieuw gewogen. Ik dacht wel dat je ging rust. Ja, maar toen ging ik weer verder vloggen. Ah, ja. Ik heb mij pas gewogen en ik weeg nog maar 1 kilo en 8 meer als in december. Ja, dus eigenlijk, terwijl als je zou denken, dat vruchtwater, de placenta, de baby, die nemen toch ook gewicht, mijn borst, die nemen dan toch ook wel eigenlijk gewicht in. Maar ja, we mogen lopen maar 1,8 kilo. Dus daar kan ik nog wel mee leven van. Eigenlijk mag ik nu voorstellen, als het zo blijft, en of het wordt maar net een klein beetje nog maar wat meer, dan beval ik en dan weeg ik minder dan ik ooit ervoor heb gewogen. Stel je voor. Ja. Allee, ga nu maar een beetje rusten. Hoppa! Dat doe je goed! Ja! We hebben zo net hier gegeten. Nu zijn de tafel schoon. Ja, dat is maar een kleinigheidje uiteindelijk. Hè. Ja. Als je daarmee wel op restaurant kan gaan, maar dan op je eigen hotelkamer. Dat is waar. Dat is waar. We hebben genoten van deze dag. Het was een hele drukke dag, een drukke ochtend. Maar dan hebben we wel eventjes kunnen helemaal relaxen hier in de hotelkamer. Tot wanneer het avond werd en dat we dan ook iets gegeten hebben. En ik denk dat wij nu ook alweer moe genoeg zijn geworden om in bedje te duiken. En te dromen over al die mooie beestjes die we gezien hebben. Wat beestje vond jij het mooist? Mijn favoriete beestje was de beren. Ah, de beren. Ook wel leuk. Ja, en maar jou? Goh, ja. Beetje moeilijk. ik zou eigenlijk ook beren willen zeggen, maar dat is eigenlijk wel hetzelfde natuurlijk. Ja. Ik zal allemaal voor de wolf gaan. Ja. Ziezo. Maar de beren waren toch ook wel heel mooi. Ja moet ik wel toegeven. Ja, en ik had ze nog nooit eerder van zo dichtbij gezien. Ik ook niet. Nee, dat was echt de allereerste keer. Het was heel erg leuk. Ja. Een leuke ervaring. Ja. Berenervaring eigenlijk. En ik vind ook, het hotel is hier ook zo dichtbij, ook gewoon bij nog de grotte uit het wildpark. Je ziet de treintjes staan. Het treintje ziet er staan. Dus dat was echt gewoon zagen voor hier. We hebben hier super hard genoten vandaag. En wij zien jou heel graag morgen weer voor een nieuwe vlog. Ciao! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wil zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.